Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Karpenvisie. Vandaag tips en tricks deel 4. Het is voorjaar, het is april. Ik ben aan het vissen, ik heb wat vissen zien springen. In de afgelopen jaren ben ik vader geworden. Ik heb een zoontje van 3 en een dochter van 1. Het mooiste wat er is natuurlijk. Het enige nadeel is iets minder vistijd. Het voordeel daarvan is wel natuurlijk dat ik mijn visserij compleet heb moeten aanpassen en bij heb moeten leren. En zo mijn hele instantvisserij perfectionistisch heb gemaakt. Ik ga vandaag deze tips met jullie proberen te bespreken. Hopelijk heb je er wat aan. Veel kijkplezier en laat me weten in de comments welke tip jij het meest aan hebt gehad. Nou, tip 1 die ik voor jullie heb is gebruik maken van lichtere loodjes. Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat als ik kort aan het vissen ben, dus 2-3 uurtjes tijd, dat ik dan met lichtere loodjes beter wegkom. Je wil namelijk zo weinig mogelijk verstoring hebben in het water. De lichte loodjes helpen daar zeker aan mee. Probeer bijvoorbeeld een keer chotrichtjes te vissen met 36 gram. De haken van tegenwoordig zijn zo scherp dat ze minder gewicht nodig hebben om diep te penetreren. Dus ik weet zeker dat je daarmee wegkomt. Tip 2 die ik jullie wil meegeven, chotrichts. Gebruik zoveel mogelijk chotrichts bij die instant sessies. Hou je ogen op het water, springt de vis, gooi chotrig in de buurt. Het voordeel is aan die chotrig, die kun je nooit in de knoop gooien. Je kunt er een visuele pop-up op draaien. Hij ligt op elk bodemtype goed, of het nou wier is, of het nou klei is, of het nou grind is. Gewoon in de buurt van die vis kun je gooien zonder dat je erover na hoeft te denken of je überhaupt wel goed aan het vissen bent. Dus gebruik dat zeker in je voordeel. Nou, tip 3, ik ben er niet altijd fan van, maar gebruik haakaasboosters. Soakjes en je grondvoer en je pop-ups, laat ze allemaal soken. Want tijdens die instant sessies ben je niet aan het vissen voor de lange termijn. Je wil snel een aanbeet krijgen. Wat ik in de afgelopen tijd heb gezien, in de afgelopen jaren, is dat als ik haakaas gezookt heb in bijvoorbeeld een Kordaakboel, en ik heb dat maanden gedaan en ik vis in de buurt van die vis, dat ik vrij snel aanbeet krijg. Ze merken gewoon heel snel die oliegeur op of een smaaktrigger. Iets wat ze aan het azen kan zetten, kan echt meerwaarde zijn in je instant visserij. Nou, tip 4 die ik wil meegeven is een hengel meenemen voor de oppervlaktevisserij. Ik heb een video gemaakt waarin ik dit heel duidelijk heb laten zien, die zal ik ook in de beschrijving zetten. Maar mocht je die bodemhengels uit hebben liggen, gooi dan zeker af en toe wat brood over de oppervlakte, schiet wat brokjes en probeer die vissen ook op de oppervlakte te triggeren. Je zit toch al stil, dus als je actief kan vissen in die 2 of 3 uurtjes, dan heb je soms toch nog dat je een vis aan de oppervlakte kan laten azen en met, in plaats van blenken met 1 vis naar huis gaat. In mijn vorige video waar ik dit dus heb gedaan, ging ik met 4 vissen volgens mij op de oppervlakte naar huis en 1 op de bodem. Als ik stil was blijven zitten en ik had niks gedaan, dan had ik met 1 vis naar huis gegaan. Tip 5. Ik heb hem denk ik al eerder vermeld, maar neem een polariserende bril mee. Ik heb in het verleden al meegemaakt dat als ik 2 of 3 uurtjes ging vissen, dat ik gewoon een uur aan het rondlopen ben. Ik spot een groepje vissen, 5 minuten de hengel erin en ik krijg een aanbeet. Dan zet ik altijd op Facebook, binnen 5 minuten liep de hengel af. Maar goed, ik heb natuurlijk wel 1,5 uur tot 2 uur rondgelopen. Het voordeel is aan zo'n bril dat je dieper kan kijken in het water. Het had de glinstering van de oppervlakte weg. En ik heb heel vaak gezien dat vooral in het vroege voorjaar dat ze net onder die oppervlakte gaan hangen. En ja, een goede bril kan het verschil maken tussen blenkend naar huis gaan of echt vis vangen. Nou, tip nummer 6. Mocht je niet van het oppervlakte vissen zijn, probeer dan zeker een penhengel mee te nemen met een dobber eraan. Wat ik altijd doe, als ik ga penvissen, ik leg de bodemhengels uit. En als ik begin met de sessie, begin ik kleine stekjes aan te voeren. En aan het eind van de sessie vis ik deze af. Net voordat ik naar huis ga, een half uurtje. Dan heb je gewoon kleine voerstekjes aangelegd tijdens je instant sessie. Nou, tip 7 vind ik echt heel belangrijk. Ik zie steeds meer jeugd, ook wel oudere vissers, bussenbars kopen, hengels perfect in de steunen, waterpas erop. En het moet nog net niet allemaal perfect lijken voor het oog. Ik ben hier 2-3 uur aan het vissen voor de effectiviteit. Ik wil gewoon alles eruit halen wat erin zit. Dus ik probeer losse banksticks mee te nemen, zodat ik de hengel dicht bij de stek kan zetten en minder lijn in het water heb. Geloof me, vooral op dressuurwater, hoe minder lijn jij in het water kwijt kan, hoe meer vissen je gaat vangen. Ik weet zeker dat dat enorm veel vis oplevert. Ik heb in de afgelopen jaren gemerkt dat als ik meer lijn in het water heb, dat mijn aanbeten echt terugvielen.